Dit is het Malle Bos in Spijkenissen. Het is in de jaren 80 aangelegd als een recreatiegebied. Maar de laatste jaren is het vooral bekend geworden als de plek waar Patrick S. heeft toegeslagen. Hier op de Malle Dijk doodde hij Nanda Kerklaan toen ze op de fiets voorbij kwam. En verderop in het bos heeft hij Farida Zagar vermoord en begraven. In deze uitzending blikken we terug op de ontmaskering van Patrick S., de seriemoordenaar van Spijkenissen. Verdachte is de verpersoonlijking van de algemene angst die leeft in de maatschappij. Als je dan gaat graven in de schuur en je vindt uiteindelijk een plastic zak met daarin een wekfles en een voet, vraag je je direct af in wat voor situatie zijn wij verzeild geraakt. Waarom doet zo iemand zoiets? Dan ben je gewoon goed ziek. Als je dit als script voor een film zou opsturen, dan zou men waarschijnlijk zeggen, doe maar opnieuw, want dit is niet realistisch. Dit is de Malle Dijk. Het is de weg recht voor het Malle Bos. In de maanden voordat Farida verdwijnt, vindt hier een vreemd ongeluk plaats. En dat ongeluk, dat gebeurt praktisch voor de deur van een van de buurtbewoners. Ik zelf was 6:10 naar mijn werk gegaan. En een uurtje later belde de politie aan. En vroeg aan mevrouw van, heeft u iets gehoord of gezien? Maar ja, die lag op dat moment nog te slapen. Want we zijn iemand zoek. Nanda, de fiets wordt hier aangetroffen op het water, of op het ijs. Toen de tijd lag ijs op de sloot. Hier om haar heen lagen wat persoonlijke spullen, zoals een bril, tas. Maar het slachtoffer zelf? Nee, het slachtoffer was zoek. Mijn vrouw is gelijk mee gaan zoeken. Er waren wat omstanders ook aan het zoeken. En geen resultaat, totdat de politie kwam met de speurhond. En die liep in één lijn naar het water daar. Uiteindelijk is de politie ook hier gaan zoeken. En is Nanda hier in het water aan de vlonder is ze gevonden. Ze is naar het ziekenhuis gebracht en uiteindelijk overleden. In die beginperiode, toen Nanda omgekomen was, is er heel veel onderzoek gedaan. Getuigen zijn gehoord die op die Malle Dijk hebben gefietst. Niemand heeft het zien gebeuren. Dus het enige wat er onderzocht kan worden is het sporenbeeld en het letsel van Nanda. Door de patholoog zijn vragen beantwoord van is dit letsel toe te schrijven aan een ongeval of een misdrijf? Zou het beter passen bij een misdrijf? En de patholoog heeft aangegeven dat niet valt uit te sluiten dat zij over de kop is gegaan. Ja, onze overtuiging was dat het geen verkeersongeval zou zijn. Aangezien dat de fiets op het ijs lag. En dan 20 meter verderop in het water lag. En aangezien dat de verwondingen niet van die aard waren. De onderlichaam was niet beschadigd. Alleen de bovenlichaam. En als je aangereden wordt door bijvoorbeeld een auto. Nou, dan heb je echt wel wat aan je benen. En is er echt wel wat aan je fiets. Maar in deze was dat helemaal niet. Dus dat was... Er waren alleen maar vraagtekens van, dat kan geen ongeval zijn geweest. Wat ik heel jammer vind, is dat in deze zaak de patholoog niet de vrijheid heeft genomen of gekregen om het sporenbeeld te vergelijken met het letsel. Dus om te kijken naar het letsel in combinatie met waar zij uiteindelijk terecht is gekomen. En dan een uitspraak te doen over hoe waarschijnlijk het is dat zij, nadat zij dat letsel heeft gekregen, toch zelfstandig... over de weg is gekropen, haar tas heeft afgedaan, haar wanten heeft verloren op willekeurige plekken en dan uiteindelijk aan de andere sloot terecht is gekomen. Als dat wel was gedaan, had het ook overigens niet veel meer opgeleverd dan een wetenschap van het is waarschijnlijker dat het een misdrijf is.
Maar, want er was verder niets meer wat er onderzocht kon worden. Ook eigenlijk die zaak is op de plank terechtgekomen met de conclusie van ja, op dit moment kunnen we niet meer onderzoeken dan dat er al gedaan is. En dan wordt zo'n zaak geschorst totdat er een nieuwe aanwijzing komt. Maar ik denk dat het gevoel bij het team nooit is geweest, dit is een ongeval. Een paar maanden nadat Nanna Kerklaan hier zwaargewond is aangetroffen, komt de politie opnieuw terug naar dit gebied. Nu voor een vermissing. Het gaat dan om de verdwijning van de dan 21-jarige Farida Zargar. Farida Zargar werkte sinds 5 maanden bij het transportbedrijf De Rijke in Spijkenisse op bedrijventerrein Halfweg 1. Op donderdag 5 augustus vertrok ze rond 4:15 middags op haar fiets richting het huis van haar moeder aan de Grote Beerstraat. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Haar vriend Stefan Ebert zit al 3 weken in grote onzekerheid. Ik had die dag ervoor nog gebeld, die woensdagavond. En toen klonk gewoon alles goed. En toen donderdagavond zou ik haar met haar afspreken. En toen nam ze de telefoon niet op. Had ik een aantal keer geprobeerd te bellen en ook sms gestuurd. En toen nam ze niet op, dus ik dacht misschien is er ruzie of iets met de moeder misschien. Of wil ze gewoon niet praten. Dus ik probeer de dag daarna te bellen. Dus vrijdag gebeld en toen stond de telefoon uit. Dus toen dacht ik, ja, er klopt toch iets niet. Dus de moeder gelijk gebeld en die dacht dus dat ze bij mij was. In de eerste fase is er al gezocht. Sowieso door de familie. Hè. De vriend heeft zelf al een paar keer dat malle bos doorgespit. Ja, we zagen een keer, s'avonds zagen we een man hier een beetje door het bos heen struinen. Dat vonden we wel vreemd, want dat gebeurt niet dagelijks. En diezelfde man kwam een dag later naar ons toe met een flyer van ik ben mijn vriendin kwijt, die is niet thuisgekomen. En toen zagen we Farida de foto en we zouden gaan uitkijken of we wat zouden zien. Wij hoorden al direct na haar vermissing dat ze regelmatig in het Malle Bos kwam. Dan stelde ze haar fiets bij de ingang van het Malle Bos. En dan liep ze het Malle Bos in en ging ze daar op dat bankje wat je daar ziet, ging ze zitten. En dan ging ze op haar gemak een sigaretje roken. En ze had een Walkman bij haar, luisterde wat naar muziek. En overdacht kennelijk de situatie waarin ze verkeerde. En ging daarna na een half uurtje tot een uur, ging ze weer weg. En dan ging ze naar huis. En dan was ze weer bij haar moeder en bij haar broertje. Op het moment dat iemand verdwijnt, Dan zie je vaak toch nog wel dat er geld gepind wordt, reisbewegingen, social media. Al dat soort dingen werden dus meteen vanaf het begin af aan bijgehouden. En er was geen enkel teken van leven. Er is ook direct in het Malle Bos gezocht. In eerste instantie zoekend op het oog. Naderhand zijn er ook daadwerkelijk speurhonden ingezet. En dat had helaas geen resultaat. Stefan Ebert, de vriend van Farida, wordt er bijna wanhopig van. Farida is nu een maand verdwenen en er is nog steeds geen spoor van haar gevonden. De politie heeft het Malle Bos, waar ze voor het laatst is gezien, uitgekampt met behulp van honden en een helikopter. Maar dat leverde niets op. Ja, hier was al vrij snel, konden we al vrij snel een aantal scenario's wegstrepen als niet aannemelijk. Een daarvan was bijvoorbeeld suïcide, dat leek niet aannemelijk. Weglopen leek ook niet aannemelijk. En ja, dan blijven er een aantal scenario's over, waaronder een misdrijf. En er waren verder niet echt concrete aanwijzingen voor, in de zin van dat er getuigen waren geweest die haar bijvoorbeeld gezien hadden dat ze een auto in werd gesleurd of iets dergelijks. Maar het was gewoon niet de verwachting dat zij uit zichzelf zou verdwijnen. Gezien haar leven wat ze hier had opgebouwd en de contacten die ze had. Een heel belangrijk scenario wat ook aan de orde was, en dat was Dat haar moeder ons er continu op attendeerde dat ze mogelijk uitgehuwelijkd zou worden. En dus mogelijk ontvoerd zou zijn door haar vader. En dat bleef ook een belangrijk scenario voor ons. Ze heeft wel een achtergrond dat ze hier in Nederland terecht is gekomen als vluchteling op 10-jarige leeftijd met een Russische moeder en een Afghaanse vader. En die moeder die gaf aan dat ze bang was dat haar vader, die inmiddels al jaren uit beeld was, teruggekomen was om Farida op te halen om uit te huwelijken. Ja, dat spoor is ook helemaal uitgezocht. Ja, voor zover dat gaat natuurlijk, want
Afghanistan is natuurlijk wel een land waar lastig zaken mee te doen is, zoals justitie. Maar er zijn wel, bijvoorbeeld alle vluchten zijn nagegaan van goh, is in die periode zijn er vluchten geweest waar Farida op heeft gezeten. Ja, ook die vader is zoveel mogelijk onderzocht, maar er waren helemaal geen tekenen van dat hij in Nederland was geweest of contact had gezocht met Farida, ook niet in de periode daarvoor. Dus het was echt ja, een scenario van moeder wat we eigenlijk op geen enkele manier bevestigd kregen. Maar we hebben er wel rekening mee gehouden dat het een scenario was. Begin november 2010 gebeurt er iets opmerkelijks. Een onbekende man gooit Farida's bankpas en de bijbehorende identifier in de brievenbus van het politiebureau in Spijkenisse. De beelden worden getoond in opsporing verzocht, maar de man wordt niet herkend. Eén kant denk je, zou het inderdaad gebracht zijn door een persoon die meer met de vermissing van Farida te maken heeft? Of zou het een voorbijganger zijn die mogelijk ergens in de bossages deze spullen heeft aangetroffen en het op die manier onder de aandacht van de politie wil brengen? Maar uiteindelijk heeft Patrick zelf aangegeven dat hij deze spullen dus bij de politie gebracht heeft. En dat hij dus ook de persoon was die in beeld gekomen was bij die camera-opname van het politiebureau. En alleen maar om te kijken wat voor reactie dat bij politie zou blijven. Ja, hij wilde graag weten welke vervolgstappen de politie kennelijk in het onderzoek ging nemen. Hoe de politie ook zoekt, Farida blijft onvindbaar. Maar dan doet de overbuurman van het bos een belangrijke ontdekking. Hij vindt haar fiets. Nou, 's middags, net voordat ik naar het werk ging, kwam van die kant af. Ik liep deze kant op en hier zag ik ineens die fiets staan. De fiets van Farida? Ja. U herkende het meteen? Ja, dat was een aparte fiets. En zat een beetje onder het kruisen. Er waren baggerwerkzaamheden geweest. En tijdens die baggerwerkzaamheden is natuurlijk de fiets eruit gekomen. En die mannen hebben hem hier netjes tegen de boom. Hij stond heel netjes tegen de boom. Ik heb direct de politie gebeld. En die vroeg van, hangt er een uurslot aan? En die hing eraan. Toen zeiden ze van, nou, dat is 99% de fiets van Farida. En een paar minuten later stonden ze naast me. Dit is een heel belangrijk moment in het onderzoek geweest. Omdat we in die periode vanaf 5 augustus bezig zijn met de vermissing. Dat we heel veel scenario's hebben uitgelopen. En dat we in die periode ook wel tot de conclusie kwamen van, nu moeten we echt nog nieuwe informatie binnenkrijgen. Want anders dan stopt ons onderzoek. In die tijd dan loop je hier wel rond van, ja, zou ze hier liggen? En, ik heb best de percelen een beetje doorgelopen van, ja, dan moet ze toch hier ergens liggen. Maar ja, niks. Na het vinden van de fiets gaat de speurtocht in het Malle Bos op volle kracht door. Met hulp van duikers van de marine en met spoorzoekers van het korps mariniers wordt ieder stuk van het omvangrijke bos meter voor meter afgezocht. We hebben dat Malle Bos op alle mogelijke manieren doorgeworsteld en uitgespit. En niets leverde het op. En soms leverde het wel iets op, maar hele kleine dingetjes. En dan kreeg het team weer hoop. En dan hadden we allemaal weer het idee van, nou, nu, dit is het. En nu gaan we doorstappen en vinden we daar. En dat zijn wel van die kleine momentjes geweest die het team ook echt heel hard nodig had. Want het is heel frustrerend als je elke keer bot vangt. Hè? Als je elke keer wel aanwijzingen en tips krijgt, ook vanuit opsporing verzocht en allerlei media-aandacht, krijg je toch wel tips. Lopen we uit en dan bleek het toch niet Farida te zijn die gezien was, maar iemand die er veel op leek. Of uiteindelijk kwam het nergens toe. Je ziet hier dat een medewerker van Defensie bezig is geweest met het afzoeken van de slootskant. En door middel van detectiematerialen heeft hij hier de sleutelbos van Farida aangetroffen. Je ziet hier nog hoe de samenwerking
tussen defensie en politie daadwerkelijk gestand heeft gekregen. Nagenoeg elke meter in het totale Mallebos werd onderzocht. En dan gaat u zoeken in een bos. Ja, dagelijks komen hier vele mensen. Ja. Het is toch bijna onmogelijk om dan te zeggen van we kunnen nog wat terugvinden. Ja, maar vergeet, allemaal nieuwe sporen. Vergeet niet, er zijn weinig mensen. Ze zijn er hoor, maar er zijn niet veel mensen die op dit moment denken van oh, ik ga hier even doorheen. Die blijven op de paden. Ja, pas als mensen hier doorheen gaan, ja, dat kan een reden hebben natuurlijk. Ga je hier doorheen lopen, ja, dan ga je takken meetrekken. Die gaan een bepaalde richting opwijzen. Die zeggen jou gewoon van hij is die kant op gegaan. Ja. Het searchteam beschikt over een dusdanige kwaliteit dat zij naar aanleiding van aangetroffen sporen in het bos ook daadwerkelijk kunnen zeggen of dat bijvoorbeeld van mens of dier is. En naar aanleiding van de grond die wij in het Mallebos aantreffen kunnen zij ook bepalen of er onlangs nog ingespit is dan wel iets in begraven is. Je hebt ineens een enorme ervaren team tot je beschikking en met eigen expertise en enorm veel mankracht. Wat we bij de politie gewoon niet hebben. Want als wij het Mallebos met alleen politiemensen zouden moeten uitkomen, dan mis je A, de expertise. En B, kan je dan gewoon heel Rotterdam-Rijnmond aan het werk zetten. Zo groot is het. Dit hele bos hebben we onderzocht. Helemaal. Elk perceel hier is door ons bekeken. Ja. En meerdere keren? Meerdere keren, ja. En niets gevonden? Niets gevonden, nee. Nou ja, aanvankelijk natuurlijk de fiets is gevonden, de sleutels waren gevonden. En ja, ze moesten hier gewoon liggen. Dat hoorde ik ook van rechercheurs. Ja, die waren van overtuigd van dat ze hier ergens moet liggen. Maar gewoon geen plek kunnen vinden. Bevestigde wel steeds meer het beeld wat we al hadden, dat er iets vreselijks moest zijn gebeurd. En dat ze waarschijnlijk niet uit zichzelf weg was. Maar waar ze dan was gebleven, ja, dat bleef duister. En dan komt er een moment dat je, ja, echt dat alles geprobeerd is. De zaak van Farida dreigt op de plank terecht te komen als er niet snel nieuwe informatie naar boven komt. En eigenlijk kan op dat moment niemand bedenken dat die nieuwe informatie heel erg dichtbij is als twee verdachten van straatroof worden opgepakt. Patrick S. en Timothy S. Twee mannen die onder andere dit gebied bij het tunneltje gebruikten voor het beroven van voorbijgangers. Een buurvrouw van een van de twee verdachten is getuige van de aanhouding. Nou ja, ik stond hier voor het raam dan eventjes te kijken omdat ik niet kon slapen. En toen zag ik van die kant zag ik twee agenten op mountainbikes aankomen, hard aankomen fietsen. En die reden dus door naar achteren de straat. Dus ik dacht, nou ja, daar is dan wat aan de hand. Maar ze kwamen weer terug en ze stopten hier bij het schuurtje. Dus toen dacht ik van, nou ja, daar is wel wat aan de hand. En toen ben ik blijven kijken. En ja, voor lieverlee is de boel op gang gekomen dat, ja, dat ze... Werd toch geschreeuwd van, komt ja, tevoorschijn? Ja, op een gegeven moment toen stond de politie voor de schuurdeur. En die riepen van, komt tevoorschijn, handen omhoog en kom naar buiten toe. En dat was Timothy. Want toen hadden ze, als ik me goed herinner, Patrick nog niet gevonden. Of wel inmiddels, maar niet hier. Die had ik hier niet gezien. Als de politie in de woning van Patrick S. op zoek gaat naar spullen van straatroven, vinden ze tot hun verbazing tussen tientallen dozen ineens de tas van Farida. Je hebt hier een doorkijk in de woning. Je ziet ook behoorlijk wat spullen al op de grond liggen. Maar hier zie je bijvoorbeeld een opname van de slaapkamer van Patrick. Waar ook daadwerkelijk de schoenendoos is aangetroffen met de handtas van Farida daarin. Je ziet ontzettend veel dozen opgestapeld. Maar je ziet ook dat er allerlei andere goederen rondslingeren. Zoals bijvoorbeeld een speer in een vorm van een katapult. En zo hebben we in de complete woning tientallen wapens en messen hebben we daar aangetroffen. En hier heb je daadwerkelijk de schoenendoos, zoals die aangetroffen is. Collega's zijn op dat moment op zoek naar aanwijzingen in de richting van die straatroof, waarbij een vuurwapen gebruikt was. En dan komen zij zo'n schoenendoos tegen waarin de handtas aanwezig is,
het paspoort van Farida. En hier heb je het pamflet wat ook door de vriend van Farida eerder verspreid was. Ja, dat is echt een dosis geluk dat op dat moment de juiste doos wordt opengetrokken. Waar juist die tas en dat pamflet en haar portemonnee in zit. En ook ontzettende oplettendheid van die betreffende politieman. Dat hij meteen schakelt en zegt, hey, dit is dat meisje wat we al zo lang kwijt zijn. Nou, de tas die is gevonden in de kamer van Patrick. Dus die is met name over die tas gehoord en die gaf eigenlijk meteen aan van ja, ik heb die tas gevonden in het Mallebos. En ja, die spullen zaten er al in en ja, ik heb het mee naar huis genomen en uiteindelijk het in een doos gedaan. En daarom hebben jullie het gevonden. Dat geloofden wij niet. Wij geloofden absoluut wel dat er meer achter zat. Toen konden wij nog niet vermoeden dat er zoveel achter zat. Na de ontdekking van de tas van Farida gaat medeverdachte van de straatrover Timothy S. praten. Aan een medewerker van het huis van bewaring waar hij zit en via een anonieme melding bij politie vertelt Timothy dat Patrick een voet onder zijn schuurtje heeft begraven. Het zou de voet van Farida zijn. En het blijft niet alleen bij deze informatie. Timothy vertelt veel meer. Er wordt anonieme informatie verstrekt waarin nogal wat bijzonderheden stonden. Niet alleen dat er een voet was afgehakt, maar ook dat ze begraven was in het Mallebos, nabij de omgeving van, van waar haar fiets en haar sleutelbos eerst was aangetroffen. Dat ze gestoken en gewurgd was en dat er ook... dat men ook seks met haar gehad zou hebben. De rechercheurs gaan naar de schuur en beginnen met zoeken. Om ook even aan te geven hoe wij gestart zijn met het onderzoek in de schuur, dan is dit een momentopname van de situatie van de schuur zoals we die aantroffen. Dit was in die periode, was dat ook de verblijfplaats van de medeverdachte Tim, die daar een aantal weken gebivakkeerd heeft. Hij sliep daar ook in. Nadat we dus al het vuil wat er was brom, fietsen en dat soort werk eruit hadden gehaald, is het complete tegelwerk van de vloer afgegaan. We waren op dat moment dus aan het onderzoeken op wat voor waarheid de anonieme tip berustte. En toen wij aan het uiteinde van de schuur begonnen te graven, toen troffen we deze omgekeerde badkuip aan. Nou ja, als je op zoek bent naar Farida, als je op zoek bent naar een linkervoet, zoals die in haar schuur aanwezig zou moeten zijn, dan denk je in eerste instantie van, het zal toch niet waar zijn dat Farida daar inderdaad begraven ligt. Maar toen we de badkuip gelicht hadden, toen bleek dat er alleen maar materialen lagen die afkomstig waren van een keukenblok wat hij eerder uit de woning gesloopt had. Zijn we uiteraard verder gegaan met dat onderzoek in die schuur. En dan treffen we vlakbij de ingang van de schuur, treffen we na veel graven, treffen we een plastic zak aan. En in die plastic zak bleek een wekfles aanwezig te zijn. En in die wekfles er was daadwerkelijk de linkervoet van Farida aanwezig. Ja, dan wordt de voet
daadwerkelijk gevonden. Tot mijn grote verbazing. En ja, toen ontplofte het echt. Kijk, we wisten toen natuurlijk nog niet, of we hadden nog niet vast kunnen stellen dat het de voet van Farida was. Maar dat was wel wat een melder zei. En ja, van wie zou de voet anders moeten zijn? Dus Patrick moest op dat moment wel een verklaring gaan geven. Dus hij gaf wel meteen aan dat het de voet van Farida was. En hij vertelde dat hij door het Mallebos liep en dat hij een tas had zien liggen. En dat hij even verder haar zag liggen en dat hij er omgedraaid heeft. En dat hij zag dat ze dood was, dat ze steekwonden had. En toen heeft hij er bedekt met bladeren. En toen is hij weggegaan en toen liep hij weg en toen dacht hij... nou zit mijn DNA overal, ik moet haar wegmaken. En toen is hij weer teruggegaan. Toen heeft hij haar helemaal uitgekleed, of tenminste zover mogelijk. En de kleding heeft hij met lange stokken in de kant van de sloot in de modder gepoord. En toen heeft hij een graf gegraven en haar begraven. Patrick geeft dus toe dat hij weet waar het lichaam van Farida is. En hij is ook bereid om politie en justitie het graf aan te wijzen. Nou, op een gegeven moment werd Patrick hier gebracht met de auto. Toen Patrick eruit kwam, heb ik aan hem gevraagd om de plek aan te wijzen die hij de avond daarvoor aan ons beschreven had. En Patrick is gelijk het bos ingelopen en heeft daar de bewuste plek aangewezen. Ik zal even dezelfde weg lopen die Patrick ons ook gewezen heeft. Hij keek aandachtig om zich heen. Nou, ik denk dat dit, dit de plek was. En hier stond Patrick toen. En heeft ons toen aangegeven dat ze om en bij deze omgeving zou moeten liggen. Ja. En in eerste aanleg lukte het nog niet om Farida daar aan te treffen. Toen hebben we, om geen tijd verder te verliezen, heb ik gevraagd om Patrick nog eens een keertje terug te laten komen. Ik heb hem aangegeven dat het moeilijk was om Farida te vinden en hem gevraagd dat hij mij wilde beschrijven waarom hij nu juist die bewuste plek had aangewezen. Hoe hij dat herkende. En toen heeft hij tegen mij gezegd van luister eens, ik herken dat aan de aanwezige begroeiing die op de grond aanwezig is. Ik zie hier een afgeknakte boomstam die hier nog steeds hangt. En hier ligt die boomstam. En die boomstam die heb ik zelf op de begraafplaats van Farida neergelegd. En in eerste instantie is er met stokken in de grond geprikt. Gaf nog geen tekenen. Maar kort daarna, toen merken we dat de lucht vrij kwam om inderdaad het lichaam daar te kunnen vinden. En werd het ook daadwerkelijk aangetroffen. Nou, op het moment dat wij dat inderdaad horen, toen dachten wij van verrek, ze ligt er wel. Nou, en dan gaat bij ons ook eigenlijk het belletje rinkelen van ja, maar hoe kan het dat wij haar niet gevonden hebben? Dus op dat moment hebben wij contact gezocht ook, van hey, jongens, ga nog niet graven en zo. Geef ons de kans om even te kijken op de locatie van waarom hebben wij haar nou gemist. Nou, dat is ook gebeurd. We zijn er meteen heen gekomen, ze hadden de boel afgezet. En we konden rustig op ons gemak kijken naar het gebied, naar de exacte plek. Van wat is hier nou bijzonder aan waarom wij haar niet hebben gezien? Nou, en wat trof u aan? Perfecte natuurlijke staat. Alles was weer helemaal hersteld. Geen sporen van grond, geen sporen van paadjes die er naartoe liepen. Op het blote oog voor ons niet te zien dat daar iemand begraven lag. In die periode heeft de vegetatie ruim kans gehad om alles weer goed te laten groeien. En totaal niks achtergelaten eigenlijk aan sporen of aan bepaalde scherpe sneden van een schep of wat dan ook. Waardoor wij dachten van hé. Hey, ligt mogelijk iets. Deze plek is ook meegenomen in de grote doorzoekingen die we uitgevoerd hebben in samenwerking met Defensie en met de mobiele eenheid. En toen is de plek niet aangetroffen. En eigenlijk is dat ook niet vreemd, omdat we de dag na het daadwerkelijk aantreffen van de lichtplaats van Farida hebben we ook technisch materiaal ingezet.
onder andere een zogenaamde grondscan. Die uitgevoerd werd door het NIV op de plek van het latere aantreffen van Farida. En ook op die grondscan was niet zichtbaar dat daar een lichaam begraven lag. En kennelijk is de bodemstructuur hier op deze plek zo vet en dik. Dat verklaart dat we mogelijk eerder niets hebben aangetroffen hier ook. Het lichaam van Farida is hier gevonden. De voet werd verderop in de wijk gevonden, onder een schuurtje. Hoe is dat te verklaren? Heeft het lichaam hier pas op het laatste moment gelegen? Nu achteraf kunnen wij wel vaststellen dat dat niet het geval is geweest. Zij is meteen in het Mallebos begraven. Ja. En een paar dagen later dacht hij, misschien kan ik er een slaatje uitslaan. Daar bedoelde hij mee dat hij eventueel geld aan mensen wilde vragen. En daarvoor had hij een voorwerp van het lichaam nodig. Heeft hij aangegeven dat hij terug is gegaan naar de plaats waar hij haar begraven had. Zijn bedoeling was om een vinger van het lichaam af te halen. Maar hij is begonnen met graven aan de kant waar haar benen aanwezig waren. En heeft toen besloten om een van haar voeten eraf te zagen. Dat was haar linkervoet. En die linkervoet heeft hij meegenomen. En daarna in een wekfles gestopt en onder de vloer van de schuur begraven. Ja, je kan je bijna niet voorstellen dat iemand, behalve iemand om het leven brengt, ook nog het lichaam zodanig toetakelt. En zeker als het met het motief is om er een slaatje uit te slaan. Ja, het is ondenkbaar. Ja, het blijft bizar. Dat is het bizarre van het verhaal, dat je dagelijks langs liep en dat ze hier gewoon lag. Is nu achteraf duidelijk te maken wat er gebeurd is die dag? Ze is weggegaan bij haar werkgever en toen? Ja, dan zijn we afhankelijk van uiteraard sporen die wij hebben aangetroffen, maar ook wel deels van de verklaring die Patrick op het eind in het onderzoek nog een keer heeft afgelegd. En die heeft aangegeven dat hij zich in het Mallebos bevond, dat hij door de bossages heen liep, dat hij daar al in het bezit was van een mes. En toen hij de bossages uitkwam, botste die als het ware per ongeluk tegen Farida en heeft haar daardoor gestoken, zoals die zegt. De gedachte die erachter zit van wat is er nu werkelijk gebeurd, lijkt erop dat Farida hierheen is gekomen om weer een keertje op dat bankje te gaan zitten. Weer eventjes rust te pakken en dat ze onderweg naar het bankje toe Patrick op een moment is tegengekomen en dat ze daadwerkelijk is neergestoken en dat haar overlijden ten gevolge heeft gehad. Patrick heeft tegen ons gezegd van ik ben een predator. Ik voel me een predator. En een predator is iemand die zich in de bossages ophoudt, zijn prooi bespringt, doodt en daarna opeet. En als je kijkt naar de werkwijze die is toegepast bij Farida Zargar, dan zitten daar toch wel een aantal punten van overeenkomst in. Maar het motief blijft voor mij een vraag. Als ik nu terugkijk op die zaak, dan is dat toch nog steeds iets waarvan ik denk van. En dat maakt het ook zo verontrustend. Het was volgens mij echt iemand die Farida niet kende. Dus het was gewoon volstrekt willekeur dat hij haar tegenkwam in het bos. En ja. Misschien heeft hij haar ook wel een keer gezien, maar in ieder geval kende Farida Patrick niet. We hebben nergens een idee van, goh, ze hebben elkaar eerder ontmoet of er is een ruzie. Dus ja, dan had het u, mij of ieder ander ook kunnen overkomen. Hij geeft ook zelf zoiets aan, hè? Wrong time, wrong place, zegt hij op een gegeven moment. En dat maakt het wel heel erg eng. Als Patrick in voorarrest zit, spreekt hij diverse keren met zijn zus over wat er gebeurd is. Patrick zegt dat hij meerdere slachtoffers gemaakt heeft. De politie luistert ondertussen die gesprekken af.
Tijdens het onderzoek naar Patrick S. Hebben we onder andere een aantal gesprekken afgeluisterd die hij tijdens zijn bezoek voerde met zijn zus. En tijdens een van die gesprekken heeft hij aangegeven dat hij buiten de zaak van Farida Zargar, dat hij ook een zaak had gepleegd bij het neerslaan van een Poolse meneer aan de Apollostraat. Nou, dat was voor ons niet heel erg ingewikkeld om daar de zaak bij te zoeken die inmiddels ook op de plank terecht was gekomen. En dat was meneer Sobosinski, die zeer zwaar letsel was toegebracht met een, achteraf blijkt, een zware metalen pijp. Dan zegt hij in dat gesprek, op de vraag van zijn zus, is dit alles? Dan zegt hij, nee, er is nog een derde. En dan haalt hij het onderzoek Maladijk aan, waarbij hij aangeeft dat hij inmiddels in de computer gelezen heeft dat het onderzoek door de politie is stopgezet. Dan gaan we de zaken die uitgezocht zijn nog eens een keer nader bekijken. We gaan ook getuigen nader horen. En een van de getuigen die in die periode ook gehoord is, die heeft ook aangegeven dat zij eveneens rondom hetzelfde tijdstip dat Nanda Kerklaan hier reed, hier aanwezig was. En dat zij twee jongens zag lopen. En dat zij, toen zij die jongens passeerde, een klap van een van de jongens moest ontwijken, want die wilde haar tegen haar hoofd aanslaan. Als je kijkt naar die getuigenverklaring, en dan kan je ook concluderen dat Nanda een enorme grote hoofdwond had aan de achterzijde van haar hoofd, wat er op duidde dat ze mogelijk ook geslagen was met een zwaar voorwerp. Patrick is natuurlijk gehoord over die zaak, maar toen was hij al in het stadium dat hij niets meer wilde verklaren. Dus constant zich heeft beroepen op zijn zwijgrecht. Ook ter zitting heeft de rechtbank hem het vuur aan de schenen gelegd over van, nou, de politie is ervan overtuigd dat, dat jij het hier naar Patrick toe met je zus hebt over die zaak. Wat is daarop jouw reactie? Nou, daar gaf hij geen reactie op. Hij gaf ook niet aan van nee, ze hebben het missen. Het gaat over iets totaal anders. En daarom heeft de rechtbank uiteindelijk gezegd van, nou ja, dan vinden wij net met de politie dat het wettig en overtuigend bewezen dat jij verantwoordelijk bent voor deze zaak. Uiteindelijk is hij in hoger beroep wel gaan praten. En dan geeft hij een verklaring over dat hij met Timothy over die dijk loopt. En dan geeft hij eigenlijk Timothy de schuld. Ja, ik weet het niet of het waar is. Hij verklaart in ieder geval dat hij zelf mee heeft, de zaak mee heeft gepleegd. Maar of het zo gegaan is zoals hij nu verteld heeft aan het hof, ik weet het echt niet. De politie vermoedt dat Patrick S. vaker heeft toegeslagen. In zijn slaapkamer, waar ook de tas van Farida werd gevonden, doen agenten een vreemde ontdekking. Naast gestolen juwelen worden ook haarlokken en nagels gevonden. En vermoed wordt dat het gaat om materiaal van slachtoffers dat hij in die slaapkamer heeft bewaard als een soort trofee. Hij ging toen inderdaad ook aangeven van ja, die zaak van Farida, waar jullie nu mee bezig zijn, dat is eigenlijk nog niks vergeleken bij wat ik gedaan heb. Dat is het ergste van het ergste. I'm a big fish. En op dat moment zat ik wel ook gelijk in mijn gedachten aan die linkervoet te denken. En als dat nog niets is vergeleken bij hetgeen wat je allemaal gedaan hebt, dan huiverde ik wel een beetje bij die gedachten. We hebben niet alleen in ons eigen onderzoek, maar daarna ook onderzoeksmatig allerlei slagen gemaakt om de waarheid boven water te krijgen. En het is ons niet gelukt om andere feiten te koppelen, ernstige feiten te koppelen. Maar goed, als je kijkt naar de doorzoekingen die we uitgevoerd hebben, bijvoorbeeld in de woning van Patrick. En als je dan kijkt naar de sporen die we hebben aangetroffen als haarlokken van vrouwen. En nog een aantal van die trofeeën, zoals ik ze dan noem. Dan heb je wel de gedachte van, het kan niet anders zijn dan dat er nog gewoon meer feiten naar voren moeten kunnen komen.
We zijn heel vaak teruggegaan naar die woning om toch alle spullen... Hè, want in het begin is er natuurlijk een selectie gemaakt, met name gericht op de zaak Farida. Maar zodra hij begon over andere zaken, over die Poolse man, over de zaak van Nanda... is er elke keer weer teruggegaan naar die woning om eigenlijk alles maar wat zou kunnen wijzen op een link met een van die feiten... om dat mee te nemen en nader te onderzoeken. Volgens mij heeft het hier 14 dagen geduurd. Voordat ze dus klaar waren. Ja. Na de hand zijn ze nog eens een keer geweest. Door het hele huis heen, hè? Door het alles weer onderzoeken. De onderzoeken in de tuin, dat werd een beetje gespeerd en gekeken. Tot een halve meter diep zijn ze hier aan de voor- en achterzijde gaan spitten. Om toch maar zeker te zijn dat er niks meer lag. In juni 2013 komt Patrick voor de rechter. Het is een lange en emotionele rechtszaak. De rechter legt Patrick uiteindelijk een levenslange gevangenisstraf op... voor het doden van Farida Zargar en Nanda Kerklaan... en de poging tot doodslag op de Poolse man. Gezien de bewezen verklaarde feiten en voornoemde uitladingen van de verdachte... wordt de kans dat de verdachte bij terugkeer in de maatschappij... weer zeer ernstige misdrijven zal plegen heel groot geacht. Bij gebreken van enig inzicht in de gedachtegang, de drijfveren en eventuele achterliggende problematiek van de verdachte is er, mede gezien de rapportage van het Pieter Baan Centrum, geen enkel aanknopingspunt waaruit hoop kan worden geput dat na behandeling van de verdachte en op termijn zijn terugkeer in de maatschappij op verantwoorde wijze zal kunnen geschieden. Medeverdachte Timothy S. krijgt 3 jaar cel en tbs voor een aantal straatroven en een poging tot moord. Een jaar later volgt het hoger beroep. De levenslange gevangenisstraf van Patrick wordt dan teruggebracht naar 25 jaar cel plus tbs. De straf van Timothy gaat omhoog, van 3 jaar celstraf plus tbs naar een gevangenisstraf van 5 jaar plus tbs. Dat hij wel in de gevangenis is terecht zou komen wegens diefstal. Ja, dat leek me wel logisch. Dat zat er wel in. Ja. Maar voor moord, nee. Als je daarnaar kijkt, dan zal ik dit echt in herinnering houden als een van de meest bizarre zaken die we in onderzoek hebben gehad met elkaar. En dat heeft uiteraard een enorme impact. Het heeft ook een enorme impact op het team gehad. We hebben natuurlijk wel vaker... mensen die meerdere mensen om het leven hebben gebracht. Maar in zo'n verschillend tijdsbestek en dan met name ook zonder aanwijsbare reden. Hè. Vaak worden dit soort mensen toch met name om het leven gebracht in een relatiesfeer. En dit was gewoon wrong time, wrong place voor alle slachtoffers. En dat maakt in deze zaak wel heel luguber. En ook heel verontrustend, want dan, dat betekent dat het een ieder van ons had kunnen overkomen. Ik hoop ooit mee te maken dat Patrick een keertje zijn woorden nakomt. En hij heeft ons ooit eens gezegd van ik ga jullie... uitleg geven over de zaken die ik gepleegd heb. En ik hoop dat hij ooit nog eens tot het besef komt om dat ook daadwerkelijk te doen. Regelmatig wordt er toch nog naar gevraagd. Van hier was het toch. En dat is toch wel een paar keer per jaar.